Mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van MC Pixel. Ja, ik ben Vincent van de Visto Games, dat weten jullie inmiddels wel. En we gaan het spel spelen na het intro. Okay, people, let's go to work. En we zijn bij chapter 1, ronde 3. Blow your mind and save the day, my pixel! Een koffieshop. Ziet eruit als een echte koffieshop die we kennen. Ik sta achter in de rij. En ik denk dat ik gewoon ga voordringen en even een kopje koffie pak. Waardoor het explodeert. Natuurlijk, het explodeert koffie. Dit is een zaak voor de kok. Een lift zien wij. Een grote lift. En daar zien we een bejaarde man. We geven die fles aan deze meneer, want dit lijkt een brandweerman. Hallo, wilt u dit komen blussen? Dit ging niet goed. Zelfs met breuken in de stenen. Een lange walvis. Wat gaan we doen onder water met deze lange walvis? Hij wordt bestuurd door deze kapitein met een kernbom. En die kernbom moeten we eigenlijk gewoon droppen in het water. Kunnen we die ergens droppen? Kunnen we dit luikje niet... Holy, heb ik hem gehaald? Ja, Vincent. Goed. Voor die eerste keer heb ik hem gehaald. Ja, twee mensen in een grot. Het zijn twee holbewoners. Het is altijd zo, als ik al zei. En die holbewoner wil vast dit potje hebben. Alsjeblieft, meneer. Wat? Oké, dat was niet de bedoeling. Twee mensen die de ramen aan het schoonmaken zijn op een hotelletje. En er zit een heel lief spinnetje. Ik denk dat ik gewoon keihard aan deze... Oké. Ga niet meer aan touwen zitten, mensen. Niet aan touwen zitten. Dat is het belangrijkste wat je kan doen. Ik zie hier een atoombom en een hele oude meneer uit het leger. En die had het moeten... verdedigen. En dat deed hij niet. Maar ik was zo dom om er tegenaan te schoppen. Wat doet die meneer hier? Hallo, mag ik voor u... Maakte ik zijn keel open? Ik durf niet te zeggen met zekerheid wat ik deed, maar het was heel raar. Een lift. Ik knik op die knop. Die man gaat naar buiten, want dat is eigenlijk de bom. Dat was niet de bom. De man... De opa is onschuldig. Holbewoners. Bewonerhol. We gaan eens kijken wat die bewoner wil, want hier staat gas op. Gas moet je niet schoppen, want dan ontploft het niet. Dus de holbewoner was geen holbewoner die een dynamiet had ontworpen in zijn hol. Holbewoner. Oh. Een spinnetje. Het spinnetje pak ik op en geef ik aan die meneer. Hallo meneer, wilt u dit spinnetje? Oké, dan ga ik hem met een... Ik had gehoopt dat de spin de bom had gegeten, dat hij omhoog klom, dat we dan bevrijd waren van de bom. Maar dat was dus niet zo. Die oude meneer, hallo meneer, ik kan alleen met u praten. Kunt u iets doen? Kunt u iets betekenen? De kikker? Kan ik die erop doen? Lachen op de bom? Ik schop. En daardoor ontploft het toch nog wel. Maar de kikker op het hoofd heeft een betekenis. Die moeten we onthouden. Koffieshop. Deze meneer, wat doet die meneer? Die mevrouw doet ook niks, die meneer doet niks. Dan ga ik hier kijken wat dat is. Nee, ook niks. Een kopje pakken. Een kopje pakken. Deze zit vol. Een emmer. Die moet ik vervangen voor dat. En dan moet ik gewoon opdrinken. Waardoor ik een zombie word. What the fuck is dat? Ja, daardoor ontploft het gewoon. Dus die emmer hebben we voor iets anders nodig. En misschien is de barkeeper, dus de meneer die de koffie verkoopt, wel de bad guy. Dus we gaan eens kijken. Deze brandblusser geven aan deze meneer. Dat was hem! Fantastisch. We hebben het gered. We moeten nog 3. Het gaat lekker, hoop ik. Deze spin pakken we. Leggen we op zijn broek. Doet hij niet. Doen we daaraan. Meen je dit, dat dit hem was? Was dit het? Was toch de spin de bad guy? Nee, de spin was niet de bad guy, maar hij klom wel omhoog. Het oude lege mannetje. Oh ja, we moesten die kikkerpet pakken, hè? Die kikkerpet. Hier de kikkerpet. Pak het de kikkerpet. En we douwen die kikkerpet in zijn broek. Hij lacht hem uit. Wat? Wow.
Yes! Coffeeshop. Moet je iets met die emmer doen? Ik denk dat die emmer over die meneer moet gaan gooien. Gooi over die man heen. Oh. Ja! Was dat hem? Wat is dat het? Eureka! Deze was pittig. Deze moeten we al halen, maar dat, dan hebben we 3 punten namelijk. Ik weet niet of we dat gaan halen, maar die spin... Dit is ook iets hoor. Spin... Ik zag het nu pas dat daar iets zat dat je moest pakken. Spin. En als we de spin ervoor gebruiken... Was dit serieus de bedoeling? Heb ik het nou gewoon verpest door 3 derde punten niet te halen? Nou, ik heb het toch wel gehaald, het level. Helaas niet zoals we hebben bedoeld. Maar goed, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Voor een leuke aflevering, geef gewoon een groen duimpje. En tot de volgende keer. Doei doeg!